Goeiedag. Mocht u deze week ons dagjournaal gemist hebben, dan is hier het weekoverzicht met de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen week van dag tot dag op RegioNieuws TV Suriname. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Surinaamse gehandicapten overwegen om internationaal aandacht te vragen voor de wijze waarop hun regering met hen omgaat. De stichting One Ocasie, die opkomt voor mensen met een beperking, publiceert vandaag alvast een brief, een open brief aan president Santokki. En daarin eisen zij dat zij hun uitkeringen en toelagen uiterlijk op de 20e van de maand ontvangen. Vorige maand brachten de gehandicapten noodgedwongen de feestdagen zonder geld door. De overheid was zoals al maanden gebruikelijk weer eens te laat met de betalingen. En de koopkrachtversterking werd pas uitbetaald nadat de gehandicapten hadden gedreigd met acties op het onafhankelijkheidsplein. En dat terwijl deze groep met de huidige uitkering onder de armoedegrens zit. One Ocasie overweegt de CARICOM aan te schrijven en wil ook het IMF op de hoogte stellen van de wijze waarop het kabinet Santokki omgaat met de zwakste in de samenleving. Enkele weken terug tikte het IMF Suriname op de vingers vanwege het falende sociale beleid van de regering. Suriname zal zich niet terugtrekken uit het Samoa-verdrag. Dit verdrag regelt de politieke en economische betrekkingen tussen de Europese Unie en de voormalige koloniën van de Europese landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Zuidzee. Suriname heeft als lid van de CARICOM met de EU onderhandeld en kan zich dus niet eenzijdig uit het verdrag terugtrekken, zegt minister Ramdin. Een aantal religieuze organisaties is diep verontwaardigd over de Surinaamse toetreding tot dit verdrag. Daar had de overheid eerst met hun over moeten praten, vinden zij. De verontwaardiging betreft vooral de wijze waarop de verdragslanden geacht worden om te gaan met het LGBTQ+ vraagstuk. Onder het mom van mensenrechten zouden de voormalige koloniën Europese standaarden worden opgelegd op het gebied van de seksuele reproductieve rechten en de sekseducatie vanaf de lagere school. Die zouden erop gericht zijn om een misleidende wijze de EU-agenda voor abortus en LGBT in te voeren in deze landen. Het gaat om zaken die bij uitvoering ongetwijfeld tot diep moreel verval en ontwrichting van de samenleving zullen leiden, zeggen de religieuzen. Met de ondertekening van het Samoa-verdrag heeft de Surinaamse regering het land onder een moreel-ethische vloek geplaatst. De gevolgen hiervan zullen niet te overzien zijn, tenzij er tijdig een goddelijke interventie komt, waarschuwen de godshuizen. Het regio-bijstandsteam van Paramaribo arresteerde gisteren nacht 4 verdachten na een woningoverval die een schokgolf van verontwaardiging door de samenleving stuurde. Een gehandicapte 83-jarige vrouw werd door de overvallers met geweld beroofd aan de Sir Winston Churchillweg. Op beveiligingsbeelden is te zien hoe de vrouw in haar rollator wordt bedreigd. De rovers eisten geld en goud en volgens het slachtoffer waren ze niet gemaskerd of gewapend. Ze drongen de woning binnen via de achterdeur die niet op slot was. De lafaards ontkwamen met een televisietoestel, een mobiele telefoon en een aantal goederen. De politie kon hen snel opsporen dankzij de beelden van de beveiligingscamera in de woning. Het slachtoffer heeft behalve een trauma geen fysieke verwondingen opgelopen. De nieuwe advocaten van de decembermoordenaars willen voorlopig niet ingaan op de verzoekschriften die zij hebben ingediend voor de opschorting van de vonnissen tegen hun cliënten. Zij bevestigen wel dat de verzoeken zijn ingediend bij de procureur-generaal, de president van het Hof van Justitie en de minister van Justitie en Politie. De nieuwe verdedigers zijn de advocaat Milton Kastelen, Merwin Dubois, Martin Michidan en Naila van Dijk en Derek Viera. In een persbericht bevestigen zij de indiening van de verzoekschriften. Ze beroepen zich daarin op de gewijzigde amnestiewet. Door de wijziging in 2012 zouden volgens hen Daisy Boutersen en de 4 medeplegers vrijuit moeten gaan. Het Constitutioneel Hof verwierp de amnestiewet in 2021. Erwin Kanai verdedigde het vijftal 17 jaren lang, maar zegt dat zijn voormalige cliënten recht hebben op een second opinion. Hij wilde niet ingaan op de strategie van zijn collega's.
President Santokki klonk daadkrachtiger dan ooit toen hij in oktober vorig jaar opdracht gaf aan het waterbedrijf SWM om binnen 3 maanden te komen met een crisisplan. Het water staat het bedrijf aan de lippen en de SWM is niet in staat om te zorgen dat er overal gewoon water uit de kraan komt. Voor de uitvoering van een crisisplan zou geld nodig zijn. Dus beloofde Santokki dat SWM 7 miljoen US dollars zou krijgen voor investeringen. 3 maanden later is er echter nog geen crisisplan en geen water. David Abiyamofo, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, kwam gisteren niet goed uit zijn woorden toen hij de media moest uitleggen waarom het waterprobleem nog niet is opgelost. Vooral overdag komt er bij veel huishoudens geen drup uit de kraan. En de mensen moeten zelf maar zien hoe ze aan water komen, bijvoorbeeld door water tegen woekerprijzen in te kopen bij hetzelfde bedrijf dat niet via de kraan kan leveren. En tegelijkertijd moeten ze wel elke maand de hoge en explosief stijgende rekeningen van het waterbedrijf blijven betalen. Minister Abiyamofo had hier geen verklaring voor. Waar hij wel op kon ingaan was de toegezegde 7 miljoen. Hoe daadkrachtig president Santokki ook klonk toen hij de dollars beloofde, de SWM heeft tot op heden daar nog geen cent van gezien. En volgens Abiyamofo probeert de SWM nog steeds het geld los te krijgen van het ministerie van Financiën. Uit woorden van zijn partijgenote Fariol Renfrum, dochter van ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk, ontstaat de indruk dat de bevolking door de regering in gijzeling is genomen. Ze zei onlangs dat de trend is dat departementen die geleid worden door personen uit de ABOP structureel geen geld krijgen om beleid uit te voeren. Door het saboteren van het openbaar vervoer en nu dus ook de watervoorziening zou volgens haar de ABOP in diskrediet moeten worden gebracht. NPS-topper Wayne Telgt verliet de partij en nam zijn intrek bij de SPA. Dat is de Surinaamse Partij van de Arbeid. In 2015 haalde hij nog meer dan 5000 stemmen als kandidaat van de NPS. Maar voormalig partijgenote Patricia Arnel gelooft er niet in dat Telgt deze kiezers meeneemt naar de SPA, of wel SPA. In 2020 stond hij immers nog niet op de kandidatenlijst, maar de NPS haalde zonder hem toch nog 33.000 stemmen. Dat zou een meetinstrument kunnen zijn, denkt Adnel. Zij had het vertrek van Telgt niet verwacht en ziet niet zo gauw redenen waarom hij zou zijn weggegaan. De exit zou te maken kunnen hebben met de manier waarop sommige partijgenoten zich opstelden toen hij in december 2019 door de politie werd opgepakt. Hij werd verdacht van seks met een minderjarig meisje. Daar zou Telgt zich niet druk om moeten maken, vindt Adnel. Je zult altijd haters hebben die hierover zullen beginnen. De woede tegen minister Riyad Nur Mohammed van Openbare Werken neemt toe. De bewindsman zette bij zijn aantreden in 2020 de toon door tijdens overstromingen te verkondigen dat hij opzettelijk de afwateringen niet in orde maakte. Dat deed hij om de samenleving te straffen omdat ze eerder had gestemd op de verkeerde personen. Hij weigerde aanvankelijk de uitspraak te corrigeren omdat het volgens hem wel degelijk de schuld was van de bevolking dat de NDP zoveel schade voor de huidige regering had achtergelaten. Er waren nog veel meer aanvaringen met delen van de bevolking. Hij zou bijvoorbeeld de enorme kraters in de wegen niet laten repareren. Daar had hij het geld niet voor. En als men wilde dat de wegen werden hersteld, was dat mogelijk, maar dan moest wel elke Surinamer 25.000 SD bijdragen. Tegelijkertijd werd het ene na de andere prestigieuze, dure project aangekondigd. Stakende vuilophalers die hij niet had betaald, waren niet interessant. De bevolking had toch geen geld om voedsel te kopen, dus was er minder huisvuil. En protesten wees hij bits van de hand. Men moet respect voor hem hebben, omdat hij minister was. En critici moesten de basisschool maar eens een keer afmaken en moesten er rekening mee houden dat hij docent is op de universiteit. Een groot deel van de wegen in Suriname vertoont vergelijkenis met een maanlandschap, zeggen weggebruikers. Fietspaden zijn vaak praktisch onbegaanbaar en worden gebruikt als extra rijbaan of parkeerplaats voor automobilisten. En onlangs vroegen wanhopige weggebruikers de aandacht van de media voor een levensgevaarlijke situatie bij het fietspad over een van de bruggen over het Saramaka-kanaal. De brug wordt gerenoveerd en bij de voorbereidingen ontstond een krater die niet werd afgeschermd. Voetgangers, fietsers
en bromfietsers die de plaatselijke situatie niet kennen, zouden in het donker gemakkelijk in de diepte kunnen verdwijnen. Een boze weggebruiker zei bij DTV dat hij dit persoonlijk had doorgegeven aan het ministerie van Openbare Werken. Maar een week later had het ministerie nog niets gedaan aan het gat. Burgers besloten daarom zelf maar om maatregelen te nemen om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Het regen klachten over de falende dienstverlening van het waterbedrijf SWM. Overal in en rond Paramaribo draaien klanten van de SWM vergeefs aan de kraan. Het waterbedrijf houdt de gemoederen danig bezig en regelmatig doen consumenten in de media hierover hun beklag. Consumenten zijn woedend omdat ze wel water kunnen kopen bij de SWM en dat kost soms wel 1000 SRD voor een tank met water en die eigenlijk gewoon uit de kraan zou moeten komen. De mensen zijn woedend omdat ze dubbel betalen. Gigantisch veel voor een tank met water plus de astronomisch gestegen waterrekening, bleek op een persconferentie met minister David Abiyamofo. Abiyamofo gooide het op de tarieven. Die zouden te laag zijn. De waterleidingmaatschappij zou geld tekort komen omdat het waterbedrijf 42 SRD uitgeeft om een kubieke meter water te produceren en dit aan de consument verkoopt voor 13 SRD per kubieke meter. Maar de minister lijkt verkeerd geïnformeerd. De website van de SWM spreekt hem namelijk tegen. Daar wordt gemeld dat de watertarieven zijn gebaseerd op een basistarief van bijna 42 SRD per kubieke meter. Dit is volgens de SWM ook de kostprijs van het water. Minister Kenneth Amoxie bezocht gisteren de 83-jarige Cornelly Geersing. De hoogbejaarde vrouw werd zondag in haar woning in Domburg beroofd door 3 jonge criminelen. Ze werd met haar rollator door de woning geduwd door de rovers die geld en goud eisten. En de vrouw was zeer emotioneel tijdens het bezoek en vroeg zich in tranen af wat er van haar kinderen had moeten worden als zij gedood was. Ook de bewindsman bleek behoorlijk aangedaan. Hij beloofde de getraumatiseerde vrouw dat zij vanuit zijn ministerie zal worden begeleid. En de minister ligt al geruime tijd overhoop met president Santokki. Die laat geen gelegenheid voorbij gaan om te benadrukken dat de veiligheidssituatie hem niet zint en eist actie van de minister. Daisy Boutersen moet morgen de cel in, maar hij zal de komende decennia waarschijnlijk doorbrengen in een eigen huisje. Dat wordt nu voor hem gebouwd, melden Surinaamse media. Het gebouw komt op slechts enkele meters van andere afdelingen van het ziekenhuis. Het optrekje komt op het terrein van het militair hospitaal, pal tegenover het academisch ziekenhuis aan de rand van Paramaribo. En dat is tijdens kantooruren een vrij drukke wijk met veel verkeer van bezoekers van het academisch. Dat zal ongetwijfeld uitdagingen opleveren voor de beveiliging. Een klein detail is dat deze locatie regelmatig kniediep onder water loopt in het regenseizoen. En ook sergeant, uit dit ziekenhuis werd in maart 1982 de gewonde sergeant-majoor Wilfried Hawker opgehaald, die later in Fort Zeelandia zou worden gefuseerd. De officiële lezing zou volgens de media zijn dat Boutersen vanwege zijn broze gezondheid liever niet in een gewone cel moet worden opgesloten. Het celhuis is pas nu in aanbouw en zal uiteraard morgen niet klaar zijn. Hoe de detentie van Boutersen tot dan zal worden geregeld is niet bekendgemaakt. De advocaten van Boutersen hebben tot het laatste moment gevochten om hun cliënt buiten de gevangenismuren te houden. Dat lijkt op dit moment mislukt. Het volk houdt president Santokki verantwoordelijk voor het regeringsbeleid. En ten onrechte natuurlijk. Er zijn immers ministers, zegt hij. Santokki maakt zich op voor een tweede termijn. In 2020 kreeg hij nog de meeste kiezers achter zich. En sindsdien is zijn populariteit echter tanende. Dat komt doordat hij door het volk verantwoordelijk wordt gehouden voor het beleid, ondanks dat dit wordt uitgevoerd door de ministers op de diverse departementen. Nu ben ik president en ben oud mij verantwoordelijk, zei Santokki bij ABC Actueel. Hij heeft Suriname gered met de kracht van de Almachtige en is ready voor een tweede termijn. Het gaat goed met Suriname, meent Santokki. Hij somt op woningbouw, een betere financieel-economische positie, er is meer vertrouwen in de regering en er komt financiële steun. Als verantwoordelijke zorg ik ervoor dat er oplossingen komen. Aldus Santokki.
Als alles volgens plan verloopt, begint vandaag de Nationale Assemblée met de begrotingsbehandeling. En de ontwerpbegroting van uitgaven en ontvangsten voor 2024 is vooral belangrijk voor de overlevingskansen van de individuele coalitiepartijen, zo lijkt het. De 17 ministeries waar het land mee wordt bestuurd zijn verdeeld over de VHP en de ABOP. De partij van Ronnie Brunswijk klaagt dat zij wordt gesaboteerd door de VHP en dan met name het ministerie van Financiën. Dat wordt geleid door een VHP'er. En die zorgt dat de ministeries van de ABOP-leiding niet krijgen wat ze nodig hebben om hun beleid te kunnen uitvoeren. Recente voorbeelden zijn het Nationaal Vervoersbedrijf en de SWM. Het staatsbedrijf dat Suriname moet voorzien van drinkwater. Het openbaar vervoer staat stil en er komt geen water uit de kraan. En dat komt doordat er onvoldoende geld naar deze bedrijven komt, klaagt de ABOP. President Santokki wierp deze kritiek verre van zich. Er worden percepties gecreëerd alsof sommige ministeries meer krijgen dan andere. En dat is volgens hem niet correct. Daisy Boutersen gaat vandaag niet de cel in. Veel media-aandacht, een groot aantal beveiligers, maar een matige opkomst van NDP-leden. Dat was vanmorgen rond 9 uur de situatie in Leonsberg. De buitenwijk van Paramaribo, waar Daisy Boutersen woont. Onder de grote tent die voor de woning was opgetrokken, zaten vooral NDP-toppers. Ingrid Boutersen, de echtgenote van de hoofdpersoon van de dag, beweerde tegen journalisten dat ze niet wist waar haar echtgenoot was. Ze had al enige tijd geen contact met hem en durfde niet te zeggen of Boutersen nog wel in Suriname was. Wat ze wel wist, was dat Boutersen zich vandaag niet zou melden bij een gevangenis. Het is een politiek proces, dus we geven een politiek antwoord, zei mevrouw Boutersen. Laurens Nede ging er vanmorgen vanuit dat zijn kameraden zich zouden melden bij de gevangenis. Nede, topman van de NDP, is één van de 16 militairen die in 1980 de staatsmacht grepen. De leider kreeg zoals bekend 20 jaar vanwege de moorden die hij 2 jaren daarvoor samen met anderen pleegde. 2 van de kameraden verschenen inderdaad met advocaat Erwin Kanhaai bij de strafinrichting Santo Bomma. Benny Bronnenstein en een emotionele Ernst Scheffery beginnen vandaag aan hun straf van 15 jaar, net als Stefanus Dendu. Onze redactie kon niet achterhalen wat de situatie is van Iwan Dijkzeel, die eveneens vandaag zou moeten worden ingesloten. Laurens Nede sprak bij ABC Actueel, net als andere NDP'ers, van een politiek proces dat uitsluitend tot doel had om hun voorzitter, Daisy Boutersen, politiek uit te schakelen. Hij zou immers al in 2012 amnestie hebben verkregen voor de moorden en andere gewelddadigheden. Dat het Constitutioneel Hof vervolgens de amnestiewet ongrondwettelijk achtte, is voor de partij niet van belang. De daaropvolgende schorsing van de wet heeft immers geen terugwerkende kracht, redeneren zij. Het laatste woord is volgens de NDP nog niet gezegd. Alle toppers kondigen aan dat zodra de partij weer aan de macht is, de situatie zal worden hersteld. En waarmee mogelijk wordt bedoeld dat dan de veroordeelden vervroegd op vrije voeten zullen komen. Het zijn beelden die lijken op een thriller van Steven Spielberg of Albert Hitchcock. Paramaribo omstreken wordt geteisterd door enorme zwermen muskieten. Maar gezondheidsminister Armar Ramadin maakte zich daar geen zorgen over. Het gaat namelijk niet om muggen die ziekte overbrengen, als dengue, malaria, Zika of chikungunya. De zoemende kwelgeesten zijn van de familie Culex. En dat is de algemene mug die we kennen, zei Ramadin. En hij benadrukte dat niet alle muggen in staat zijn om ziekte over te dragen. Culex veroorzaakt alleen overlast en verder is er weinig aan de hand. Dat is in tegenstelling tot enkele weken terug. Toen was het nog alle hens aan dek. De muggenplaag van enkele weken terug was namelijk wel gevaarlijk, omdat het toen ging om de Aedes aegypti, de mug die verantwoordelijk was voor de uitbraak van dengue. Het Bureau Openbare Gezondheidszorg bereidt zich volgens Ramadin wel voor op een eventuele toename van dengue. Mocht het zover komen, dan komt het BOG weer in actie met spuitwagens die in de wijken zullen spuiten met insecticide.
Coronianen willen dat vicepresident Brunswijk ingrijpt bij de SWM. Het waterbedrijf brengt tarieven in rekening die kunnen oplopen tot 8000 SRD. En niemand kan uitleggen hoe deze bedragen tot stand zijn gekomen. De mensen in het district hadden jarenlang geen watermeter. Toen die werd geplaatst, werden zij meteen geconfronteerd met absurde tarieven. Een rekening van 8000 SRD zou inhouden dat bijna 200 kubieke meter water is verbruikt. 10 maal meer dan een groot gezin normaliter uit de kraan zou halen. De SWM onderzoekt nu hoe de tarieven tot stand zijn gekomen. En tot dan hoeven de rekeningen nog niet te worden betaald. En tot zover het weekoverzicht. Wilt u nieuws melden? Mail dat aan onze redactie. Dat kan aan Suriname@regionieuws.tv, maar ook via WhatsApp naar het nummer 06 1970 2510. En als u via YouTube kijkt en spreekt het nieuws u aan, like ons en vergeet niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht. Een heel fijn weekend gewenst en blijf vooral gezond.